De Nederlander verdwijnt uit die kopgroep na een valpartij. De Roy is echter niet de enige die ten val komt op de glibberige stenen in de hel van het noorden. En daar een valpartij van misschien Philip van den Branden. Terwijl wij dachten dat het misschien niet Liges op kop was, maar Verslaers, is het Danenzof van den Branden. Motor ook in de gracht, toch wat glibberig geworden waarschijnlijk hier. Het is Rudy Danens, nummer 13. Ongeluk. Maar het hoeft nog niet te laat te wezen. Lammertink, de Nederlandse reus, nummer 105. En daar weer een valpartij van een Hitachi-renner. Misschien is het Wampers. Ja, Jean-Marie Wampers te gronden. Weer de fiets op. Daar ook weer renners die graag in het decor terechtkomen zelf. Dit is toch een bijzonder gevaarlijke strijd, terwijl medische daar. Op de fiets blijft nu de 16 in het spoor van Wampers die weer te been werd geholpen. En dat is dan een van de zwaarste kasseistroken ook. Canfin en Pével. Na 241 kilometer alweer een valpartij daar van een van de twee Hitachis. En het is alweer Rudy Danens die in de modder terecht is gekomen daar. En nu als een echte slijkduivel opnieuw de fiets zal moeten opspringen. Zijn gezellen achterna. Voor de tweede keer. Gelukkig is zijn fiets blijkbaar onbeschadigd gebleven bij die valpartij en kan hij meteen weer weg. Daar nog eens, ja, de gracht in. Ja, zenuwen nu ook natuurlijk. En daar is Berten de Kimpe. Zijn sportdirecteur. En daar is Patrick Versluis. Erachter van den Branden, dan Liekes en nog verderop Danens. Van Patrick Versluis op 17 kilometer van de aankomst. En hier ook een valpartij van Duclos Lassalle. Daar gaat ook nog Noël Segers tegen de stenen plankart. Rits Beurs en Jean Candeur van der Aarde kan mee hier in het peloton. En nog meer renners tegen de vlakte daar. Frank Hoste kan hier doorkomen. Hier Jan Wijnands. Wampers is mee en Ginder. Sean Kelly staat daar, nummer 1. Dus Sean Kelly ook tegen de kei gegaan hier. Zal dat een reactie uitlokken van Erik van der Aarde bijvoorbeeld? We weten het niet. Kelly op de fiets. Dit is hier dus een bijzonder verraderlijke strook. In de buurt waar ook Danens ten val is gekomen. Ook de motor kan nauwelijks overeind blijven daar. Die lichte regenval van het voorbije uur heeft de kassei daar spekvat gemaakt. En Van den Branden komt weer aansluiten bij Patrick Versluis. Vooraan dus Van den Branden en Versluis. Liek is voorlopig nog niet te zien. Danes. Hier hebben we Danes. Liek is dus nog niet te zien. Dat wordt lastig voor Rudy Danes. Hier zal hij het competitietekort voelen na een ontsteking. Die hield. En in die druk is dat een handicap die men slechts heel moeizaam en traag ophaalt. Liekes, daar nu toch omkijkend. Wat is er gebeurd met chef Liekes? Wij weten het dus niet. Heeft hij pech gehad? En voorop Versluis, Van den Branden. Het is Patrick Versluis die het doet. En die het blijft doen. En Philip van den Branden volgt en gaat
nu ook tegen de stenen, maar de sluis die schijnt daarover te zweven. Ik weet niet wat hij heeft. Heeft hij nu speciale tuben, zwaardere tuben? Die houdt zijn evenwicht perfect, klein, kort, geblokt, zwaartepunt, dicht bij de grond. Men zegt wel eens, een Parijs-Roubaix-type moet een stoere bonk zijn, groot, thuis, zoals een Marc de Meijer destijds, zoals een Monzer, een Duclos Lassalle, Roger de Vlaming, echte atleten. Maar er zijn er ook geweest, kleinere types, maar dan wel breed geschouderd en geblokt, zoals een Gode Vroot, een Kuiper, een Voistinek, een Yvonne Bertheij, die ook eens een keer tweede is geëindigd en Versluis is van dat type. Hij rijdt alsmaar door en blijft nu nog alleen over uit die ontsnapping met zijn vijven. Daar is Van den Branden met Rudy Danens. En ze komen dichter, ja, ze zullen hem ongetwijfeld wel weer gaan bijhalen. Versluis natuurlijk tegenover twee ploegmaats. Want we mogen er zeker van zijn dat die naar het einde toe wel om boord te zullen gaan demareren. Danens helemaal onder de modder na vooral die tweede valpartij. Versluis die even aarzelt. Maar ze blijven toch met z'n drieën samen. En Hendrik, gaan we eens kijken, daar moet Van der Aarde rijden. Daar moet Erik van der Aarde rijden, zeer kort, maar ik had de indruk dat ook de anderen niet ver meer zijn. Hier Erik van der Aarde, dus op 20 seconden wordt hij gesignaleerd van deze drie. In tijdrijdenstijl, Erik van der Aarde alleen in de achtervolging op de drie andere Belgen. En dan net geen spoor direct van die achtervolger, zowel ze niet ver kunnen zijn. Erik van der Aarde nog nooit bij de eerste 10 geweest in Parijs-Roubaix. Nu zeker op weg naar een ereplaats, mogelijk naar de overwinning. We komen hier in de laan die vroeger naar de wielerbaan leidde. Tot 2 jaar geleden was dat de aankomstplaats van Parijs-Roubaix. Nu is die dus verlegd. Hier wat verderop op die laan, rechtsin, gingen we dan naar de wielerbaan. Nu laten we die wielerbaan figuurlijk links en letterlijk rechts liggen. Met de aankomst op de wielerbaan had Van der Aarde, zelfs in die nog bij de drie kwam, wat nu zal gebeuren, toch niet de tijd gehad om nog te recupereren. Nu heeft hij nog even de tijd om uit te blazen. En ze zijn samen. En wat nu? Versluis gaat al, maar Van der Aarde reageert. Schijn de marage van Patrick Versluis. Toch weer recht op de trappers gaat staan. Danens zou nu iets moeten ondernemen vanuit laatste positie. Peloton volgt op 55 seconden. Ze moeten niet te lang kreuzelen. Dat beseft Van der Aarde en die probeert toch wat tempo te maken. Ook al onmogelijke demarages op te vangen, want wanneer het zo traag gaat, dan is dat een kans natuurlijk voor een man om van achteraan weg te wippen. Een waalwonder onder van Vlaanderen, maar de Vlamingen zijn baas in de Franse hel van het noorden. En Van der Aarde daar pratend met Danens. Omkijkend ook en in de verte Hedwig van Hooijdonk. Wat een inspanning van die man, als je dat nog kan. Na bijna 260 kilometer toch al. Hij is gekomen om te leren, zoals Jan Raassen, sportdirecteur, zei. Hij kiest dan meteen toch voor de harde leerschool. Maar dat is meestal ook de beste. Hier blijven ze samen. Tenzij die schijnpoging daar helemaal in het begin van Patrick Versluis, net op het moment. Maar daar ging geen kracht van uit. Links gaan kan Danes bijna niet. Wel nu nemen ze die bocht. Nog steeds Van den Branden. Dan Versluis. Van der Aarde, Danes. Posities blijven ongewijzigd. We komen nu zeer dicht bij de aankomst. En nog steeds geen echte sprint. Van den Branden, Versluis.
Versluis nu aan de leiding. Van der Aarde, Dames aan het wiel. En Dames gaat wat doen. Gaat Dames nog wat doen? Kan die het nog? Nee. Versluis nog steeds vooraan. Van der Aarden, Dames van den Branden gaat nog wat proberen. Maar Van der Aarden trekt zich goed op gang. Van der Aarden komt, gaat over Versluis en ook de andere moet uit het wiel. Ja, Van der Aarden gaat winnen, daar bestaat geen twijfel meer over. Van der Aarden gaat hier winnen, kan zich laten uitvallen. Erik van der Aarden. En tweede wordt van Dames, derde Versluis, vierde Club van den Branden. Een uitbarsting ook van vreugde natuurlijk. Van der Aarde die het in de voorbije weken niet altijd makkelijk heeft gehad. We zitten hier bij Edwig van Hooydonk. Die mogelijk nog vijfde gaat worden. Vijf Belgen op de eerste vijf plaatsen. Dat moet lang geleden zijn. Zeer lang geleden, op zijn minst al 10 jaar. Want zo lang is het geleden dat er nog een Belg gewonnen was in deze Parijs-Roubaix. Dus hier zien we die sprint links. Van der Aarde probleemloos eigenlijk. De anderen zaten, zoals Mark al aangaf, op hun tandvlees. Konden niets meer doen. Van der Aarde wint, kan zich laten uitrollen. Tevreden natuurlijk, blij, een pak van zijn hart, de klassieker is binnen. U hebt het al even op het scherm zien verschijnen,